Zelf gezet, dat is niet al te best. Oh, jullie zijn er al. Godsamme. Jullie zijn er snel bij. Echt waar. Ja, als je dan toch heel snel bent, klik dan ook meteen even op die duim. Hè? Help je mij ook weer mee. Dan ga ik jou nu helpen. Oké, komt-ie. We gaan bespreken voor het livestreamen. Heel veel mensen vragen, Jeff, waarmee livestream jij? Nou, eerst geduikt met XSplit, maar ik vind het programma niet helemaal lekker. Ook kan je niet met de... Als je hem downloadt, kan je niet meteen 30 frames per seconde opnemen, maar lager. Nou, daar heb ik een hekel aan. Ik wil natuurlijk goede kwaliteit hebben. En dat is voor mij zeer belangrijk, want ja, mijn kanaal staat ook bekend om een goede kwaliteit. Mijn livestreams zijn niet van hele goede kwaliteit. En dat komt omdat ik nog maar 360p kan streamen. Ik ben er nog steeds mee bezig hoor, met mijn partnership, zodat ik wel 27p kan streamen. Als dat zo is, dan zou ik ook vaker gaan livestreamen. Maar goed, ik krijg heel vaak de vraag, Jeff, waarmee doe je dat? Dit programma wat ik nou ga bespreken, dat heet Open Broadcast. En hiermee kan je ook gewoon opnemen vanaf je PC, dus het is ook gewoon te gebruiken mocht jij een gameplay, bijvoorbeeld Minecraft, vanaf je PC willen opnemen of willen streamen. Daar is dit programma gewoon zeer geschikt voor. Laten we gewoon gauw gaan beginnen. Ik zal hem er eventjes bij pakken. Zoals je ziet, hier al. Dit is het programma. Sorry hoor. En ja, jullie zien nu twee schermen. En dat komt omdat ik dit programma ook gewoon gebruik om op te nemen. Want dat kan allemaal. Het is gewoon heel erg simpel. Ik ga jullie als eerst eventjes vertellen dat de link in de beschrijving staat. Even kijken, dit is de link. Als je daarop klikt, krijg je dit te zien. We klikken op downloaden. Dan moet hij heel even wat inladen. Daarna zal hij hier gaan beginnen met de download. Ja, daar komt hij. En als die gedownload is, dan zeg je gewoon openen. Openen wanneer je gereed. Daarna zeggen wij ja. En je volgt de stappen. Ga ik niet uitleggen, wijst allemaal voor zich. Nadat je dat hebt gedaan, krijg je dit programma te zien. Wat er bij jullie is dit leeg en deze zijn leeg. Maakt niet uit, maak je geen zorgen. Ik ga dat zo direct nog eventjes uitleggen. Voor vandaag ga ik eventjes snel uitleggen hoe je dat moet instellen voor bijvoorbeeld om Minecraft te gaan streamen. En ja, wat ik een grotere uitleg ga doen, dat is eigenlijk hoe je kan streamen met je HD-PVR. Of met een Roxio Gamer Cap of weet ik veel hoe al die dingen heten. Je gaat naar instellingen. Dan zit je op algemeen. De taal zit je op Nederlands of op de taal wat je zelf wil. Je kan hem zelfs in het Arabisch zetten en in Japans en weet ik het allemaal. Maar goed, ik laat hem lekker op Nederlands staan. Omdat ik geen Arabisch en geen Japans spreek. Encoding. Volgens mij staat dit standaard ingesteld. Let er gewoon goed op dat dit op AAC staat. Bitrate is 128. Ga ik te snel, zet je hem gewoon even op stop. Broadcast instellingen. Nu staat hij ingesteld op dat ik gewoon op kan nemen vanaf mijn scherm. En dat ik het opsla. Je kan hem ook meteen op livestream zetten. En dan gaat hij hem streamen op bijvoorbeeld YouTube. De map moet je even selecteren. Je selecteert een map. Je geeft een naam op, anders werkt het niet. Dus gewoon naam opgeven en dan zal hij ja, die naam gewoon gaan gebruiken nadat je hem hebt opgeslagen. Je kan nog even een startknop toewijzen en een stopknop. Nou, ik gebruik hiervoor allebei de F9 toets, omdat ik dat gewoon gewend ben van een vorige programma. Maar dat is in te vullen naar eigen keuze. Video. En ja, video adapter. Ik heb er maar één van, dus ik kan er ook maar één selecteren. Heb je de meerdere, selecteer dan degene die je wil gaan gebruiken, gewoon de beste. Aangepast, nou, ik heb op 1920.080 staan. Deze ook, 1920.080. Frames per second is 30. En dat is wel belangrijk. Audio, ook heel belangrijk. Audio, zorg ervoor dat je microfoon ingesteld staat op de microfoon die je gebruikt. Ik gebruik de Samsung C01U. Hier kan je dan even
zoeken als hij er niet bij staat of als hij er niet meteen geselecteerd staat. Meestal staat hij, weet ik veel, pakt hij je webcam geloof ik als eerst. Maar zorg er gewoon voor dat hij dan staat ingesteld op de microfoon die je wil gaan gebruiken. Nou, voor de rest heb ik niet echt veel nodig. Wilt hem opslaan? Nee. Jullie doen dat natuurlijk ja. Dit staat volgens mij ook allemaal standaard. Je zou hem eventueel nog op hoger zetten, kunnen zetten. Maar ja, ik heb hem gewoon hierop staan. Het werkt gewoon prima. Hier kan je nog eventjes je geluid testen om te kijken of je microfoon wel werkt. Nou, zoals je hier ziet, gaat het, ja, die aanduiding gaat flink tekeer. Dus hij reageert gewoon goed op mijn stem. Zorg gewoon voor dat hij niet te hoog staat. Dit is precies mooi zo. Hij staat goed hard. Als hij te hoog staat, komt hij eigenlijk in het rode gebied. En daarna ja, wordt het geluid eigenlijk overgemoduleerd. Overmodulatie, dat is eigenlijk gewoon net alsof je de microfoon achter in je keel op zit. Dan klinkt het voor gemeten, dus zorg gewoon voor dat goed staat. Nou, nadat je die instelling hebt gedaan, klikken wij op OK. En ja, dan staat eigenlijk alles ingesteld om te kunnen gaan streamen voor bijvoorbeeld Minecraft. Of vanaf ja, wat je later nog wil gaan bewerken ofzo. Als het niet live moet. Dit programma kan je ook gaan gebruiken voor Skype. Zit je in een Skype call, je drukt gewoon op stream starten. Bij mij staat het nu stoppen omdat ik hem in gebruik heb. Maar ja, zorg gewoon voor dat deze voluit staat. Deze voluit, dan kan je gewoon je geluid gewoon goed opnemen. Oké, ook neemt hij dan je beeld op. Maar goed, het is gewoon ja, te bewerken weer met Vegas bijvoorbeeld. Dan kan je zeggen van nou, ik wil alleen het geluid hebben. Dus dan haal ik mijn beeld weg. Dat is allemaal heel simpel. Ga ik niet uitleggen, want dat heb ik al een aantal keer gedaan. Hè? In mijn afspeellijsten starten van een kanaal. Binnen het kanaal begonnen is het zeker een aanrader om die afspeellijst even helemaal te bekijken. Mocht je wat ja, ideeën willen hebben en tips, dan kan je daar natuurlijk even kijken. Oh, ik heb heel erg een jeukende neus, omdat ik gewoon heel erg last heb van hooikoorts. Dus vandaar. Goed, deze staan bij jullie leeg. En deze staat ook bij jullie leeg. Nou, wat ik doe is, je gaat hier staan. Rechter muisknop. Screen toevoegen. Je geeft een naam op. Ik selecteer hem weer even op PC stream, want anders dan zien jullie het niet. Dan is die nog leeg. Dus bij jullie is deze nog geselecteerd dan. Dan kan je zeggen van, nou, ik wil een webcam wil ik toevoegen. Toevoegen en dan zeg je video capture apparaat. Oké. Sleep ik deze even een beetje aan de kant. Zo. Is wel mooi zo. Zorg er ook voor dat, dat je geluid hier al gewoon helemaal uitstaat. Want anders krijg je echo omdat je gewoon het geluid gaat gebruiken van je microfoon zelf. Ik had het ook al een keer gehad in mijn stream. Jeff, je hebt echo nadat je je webcam hebt aangezet. Ik denk, hoe ken dat nou? Maar dat is eigenlijk gewoon door deze ja, instelling. Oké. Nu staat gewoon je cam aan. Als je dit niet ziet in je schermpje, is het geen probleem. Je klikt hier al even op stream preview en je krijgt hier al krijg je alles in te zien. Je selecteert deze. Screen bewerken doe je dan. Ik doe het nu eventjes, maar dan zien jullie alleen maar de webcam. Dan krijg je ook te zien, zo, dan krijg je ook die rode rand te zien. En die rode rand, ja, die kan je gewoon, die krijg je dan nadat je screen bewerken hebt geklikt. Nu kan je hem kleiner maken, groter maken. Je kan er alle kanten mee op. Je kan hem ook even van links naar rechts schuiven. Je kan hem echt overal neerzetten waar je wil. Ik klik hem er eventjes weg. Ook kunnen wij bijvoorbeeld, je maakt er nog eentje aan. Voor als je even naar de wc bent tijdens je stream. Ik kan me voorstellen als je 4 uur gaat live streamen of 24 uur live gaat streamen. Dan gaat dat wekker, ik weet ook niet waarom. Hou eens op. Ik hoop niet dat hij nog een keer gaat, maar goed. Dat je even moet pissen dan. Screen toevoegen. Screen 2. Nou, je selecteert screen 2. Je gaat naar rechter muisknop. Toevoegen. Afbeelding. En dat is gewoon een afbeelding die je hebt gemaakt. Bijvoorbeeld, ik ben even naar de wc. Bla, 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 bla. Eén moment geduld alsjeblieft. Je selecteert dan een foto of een bestandje.
Oké, dan kan je die kan je ook nog gewoon overal neerzetten. Het werkt hetzelfde als je, ja, als je webcam. Dus dat maakt ook allemaal niet uit. Ik zal het aanraden om deze nog groter te zetten. Wat je ook kan doen is dat je deze kleiner zet en dat je dan, of iets kleiner, dat je even goed je gameplay op de achtergrond hebt staan. Nu gaan we de gameplay toevoegen. Je maakt er weer eentje aan. En dus hier al, rechter muisknop, screen toevoegen. Dan kan je er weer eentje aanmaken. Oh, zo. Ik doe deze ook weer eventjes weg, want anders is het heel irritant om naar te kijken. Rechter muisknop, toevoegen. En wat je dan doet, is eigenlijk omdat wij gebruik maken van een HD-PVR, in mijn geval dan, is dat er een programma Showbiz bij zit en dat hebben we ook nodig. En Showbiz laten we afspelen op mijn tweede scherm. Mijn eerste scherm is mijn hoofdscherm, dat is dit scherm waar jullie nou naar kijken. En het tweede scherm is waar ik dan ja, vanaf ga streamen, zeg maar. Ik zal even uitleggen hoe je dat doet. Monitor, monitor, monitor. Die heb je nodig. Nou, monitor. Oké. Nou staat die monitor 1. Monitor 1 is mijn hoofdscherm. Ik wil dus gewoon gaan streamen op. Gaat de deurbel weer. Goed, daar ben ik weer. Ja, ik kan er niks aan doen. Als de deurbel gaat, moet ik open doen. Mijn meisje heeft nog een eigen bedrijf. Dus ja, ik kan moeilijk de klanten buiten laten staan. Maar goed, jullie hebben er weinig van gemerkt, toch? Ja. Oké. Ja, waar waren we bezig? We hadden het tweede scherm hadden we ingesteld. En even kijken of ik het goed heb gedaan. Instellingen. Nee. Ik doe het anders even overnieuw. Ik zal deze heel even verwijderen. Ja. Dus rechter muisknop toevoegen. En dan zeggen we monitor. Monitor cap 2. We zetten hier op monitor 1. Dat doe ik, dat is voor mijn hoofdscherm. Monitor 2, daar gaan we dan op streamen. Dus die zetten we op monitor 2. Oké. En hij staat meteen op mijn tweede scherm. Ik vink hem even uit, anders zien jullie het niet. Wat we nou gaan doen, we starten nu Showbiz op. En ik start ondertussen ook even mijn Xbox op, anders zien jullie nog niks. Dan zien jullie zwart beeld. Ik gebruik mijn Xbox. Je kan het natuurlijk ook gewoon gebruiken voor PlayStation of de Wii of weet ik veel wat. Nintendo 6-bit. Dat kan ook nog. De Super Nintendo. De Game Boy gaat er niet, maar goed. Als hij even opstart, dan klik ik op vastleggen. Daarna scroll ik hem eigenlijk eventjes naar mijn tweede, of scroll ik hem, dan sleep ik hem eigenlijk eventjes naar mijn tweede scherm. Hij staat er al bij mij, dus ik sleep hem vanaf hier naar mijn tweede scherm toe. Dan ga ik hem even in dat programma ga ik hem even omgooien, want anders zien jullie het niet. Zo. Nu sta ik dus op het tweede scherm. Als ik dan hier al op full screen zet, kan ik hier klikken, kan ook F11 doen. Dan krijg je hem gewoon volledig scherm, zoals jullie nu zien. En ja, dit is eigenlijk wat je nodig hebt. Nu zet je je scherm, je tweede scherm, druk je in. Zo, of zet je gewoon in de positie dat je gewoon de normale gameplay daarop kan spelen. Ja, dan kan die eventjes weg. Zo, dan ben ik weer terug op mijn eerste scherm. Nu ga ik hem instellen zoals ik hem ja, voor het livestream eigenlijk. Wat wij doen is, we starten eventjes het internet op. We gaan naar YouTube. Daar vul je even je inloggegevens in. Vervolgens gaan wij naar videobeheer. Live gebeurtenissen. En dan nieuw live evenement maken. Zo. De titel, weet ik wel, dit is mijn gameplay, dit is mijn gameplay, zo. Mooi. Dat ben ik ook goed, gewoon blind typen ook. Maar goed, daarna doe je je beschrijving invullen, je labels. Bij mij is dit allemaal standaard, hè? Kun je ook allemaal standaard instellen. Je kan nog even je Twitter doen. Ik weet niet eens of je kan livestreamen als je geen partner bent, maar ik ben partner, dus ik heb deze functies allemaal. Ik zet hem eventjes op verborgen, anders gaat iedereen lopen zeuren. Jeff, je bent helemaal niet live. Wat is dit nou weer? Dus ik zet hem even op verborgen.
Je kan je video promoten. Nou, dat ga ik allemaal niet eens uitleggen, want dat snappen jullie denk ik wel. En anders moeten jullie maar even op het vraagtekentje klikken. Dan heb ik nog de hik ook, dat is ook wel weer lekker. Evenement maken. Vervolgens kan je nog een afbeelding invullen, een thumbnail ook wel genoemd, door middel op browser. Hij mag niet groter zijn dan 2 MB. Hoe je een thumbnail maakt, check dan gewoon even mijn afspeellijst. Hoe starten van een kanaal, leg ik alles in uit. Zorg gewoon voor dat hij hier op andere staat. En dan hebben we hier al 3 codes, waarvan wij de 2 nodig hebben. Dat is de eerste en de tweede. Je selecteert deze, Ctrl-A, Ctrl-C. Je kan ook rechtermuisknop kopiëren. Maar zoals je hier ziet, Ctrl-C, of CTRL, of gewoon Ctrl-C. Jongen. Ctrl-C. Dan gaan we naar Broadcast, we gaan naar Instellingen. En dan zeggen we deze. Hier zetten we modus, zetten we even op livestream. En daarna vullen we dus de eerste code, zetten we hier neer. Even selecteren, Ctrl-V, staat die erin. De tweede code pakken we dan, Ctrl-A, Ctrl-C. Of kopiëren. En die vul je hierin. Dit allemaal even weghalen. Zo, Ctrl-A, delete. Ctrl-V, huppatee, dan staat die code erin. Toepassen en klaar. Nu staat jouw broadcast ingesteld, zodat je kan livestreamen. We gaan nog even naar YouTube. Live Control Room. Hier kan je nog even aangeven wat je wil streamen. Zoals je ziet, waar ik het net over had, ik kan met 360p streamen. In de toekomst wordt het hopelijk 720. Dan krijg je hier nog de functie 720 bij te staan. Nou, klik je die aan, kan je die gaan gebruiken. Start stream. En dan zeg je hier ook start stream. Het geluid. Het geluid moet je ook nog eventjes instellen. Deze zet ik meestal op 2 bar. Nu laat ik hem even voluit staan, maar die zet ik meestal op 2 bar. En dat zorgt gewoon voor dat mijn gamegeluid niet over mijn stemgeluid heen komt. Dat zal natuurlijk wel heel erg zonde zijn. Je kan ook eventjes op het speakertje klikken. Mixer. Dit is het geluid van Showbiz. Dus het geluid van mijn game. Nou, die zet ik meestal op rond de 20, 21 zo'n beetje. 20. De rest staat allemaal voluit. Als ik de stream ga bekijken. Ik klik nu gewoon eventjes een videootje aan. Dus ik zoek even een videootje op. Nou, ik had hier ook gewoon kunnen klikken. Nou ja. Maakt niet eens zo heel veel uit. Als je tijdens je livestream ook naar je stream zelf gaat kijken, wat ik niet aanraad, maar om gewoon af en toe even te checken of het allemaal nog goed is, moet je er gewoon voor zorgen dat je geluid van je internet, dus je klikt hier op het speakertje, je scrolt een beetje naar rechts, dan zie je het geluid van je internet staan. Normaal staat die zo, want anders hoor je niks of harder, maar die zet je gewoon helemaal uit. Je kunt hem ook gewoon dempen, dan weet je zeker dat het geluid gewoon uitstaat. Nou, dan hoef je er niks meer aan te doen. Want anders hoor je het onwijs schalmen, omdat hij dit programma dat gebruikt ook je geluid van je PC. Dus dat moet je gewoon even zo instellen, deze dan om 2 bar connectie. Hè? Volgens mij had ik dat net ook verteld, ja, dacht het wel. Of 2 bar connectie, hoor mij nou. Leuk hè, Cold Games. Nee goed, deze zet je gewoon op 2 bar je geluid en dan komt het allemaal goed. Vervolgens klik je gewoon op stream starten. Bij mij staat er nou stoppen, daar ga ik nou ook op klikken, want ik heb nu alles uitgelegen. Mocht er nog vragen zijn, stel het gerust. Ik ga alles ga ik beantwoorden als je kan helpen. Mocht je niet weten of je wil meteen direct antwoord hebben, Google dan gewoon eventjes. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. We zitten alweer op de 8 minuten tips en tricks. Ja, wat zo is het. Ik zou zeggen, vergeet natuurlijk niet het duimpje als je dat in het begin nog niet had gedaan. En ik spreek jullie later.